Nee, moeten we even optillen, anders kunnen we nog niet. Ja, dan. En dan moet je even de klas laten zien. Jongens, als jullie even luisteren. En dan, zeg het maar, vertel, wat is het? Het is de code. En wat, hoe kan je daar je lunch mee vervoeren? Ja. Oh, je hebt een afstand te bieden. Ja, je belt er zeg maar op, zo van, dan tik je even zijn nummer in en dan bel je even. Dan hoef je hem niet mee te nemen naar school. Dan kan je hem gewoon even bellen en dan komt hij eigenlijk wel zwemmen. Ja, hij kan niet zwemmen. Er zijn eigenlijk de wielen niet nodig. Ja, maar... Ja, maar als hij wil, hij kan ook zeg maar gewoon over grond. En als hij dan weet, dan kan hij daar gewoon tikken. Fantastisch. De oproepbare lunchbox door wind, water, grond, alles lucht. Geweldig, jongens, mijn applaus. Een vliegende scootmobiel? Ja. En als je een dus, oké. Een oproepbare ook vliegende lunchmachine. Fantastisch. Dank jullie wel. Applaus. Heren. En uiteraard, dan weer het moment waar jullie op gewacht hebben, de presentatie. Dit is de waterzak, hij is echt super mooi. Iedereen wil hem natuurlijk hebben, dat is gewoon logisch. En hij is waterbestendig en die wil gewoon niet. Fantastisch, ja, absoluut. Ik kan niet beter. Applaus! Kom maar. Dames, wat hebben jullie voor ons gemaakt? Wat hebben jullie ontworpen? Fantastisch, de paper lunchbox. Milieuvriendelijk en ziet er leuk uit en kan makkelijk open en dicht. Geweldig, dank jullie wel. Applaus. Dames, voor de tweede rij. Goed zo, heel goed. Jongens, meiden. Nou gaat er wat komen hoor. Dus, vertel. Ik wil jou het schrijven, joh. Wel doen. Wij hebben een soort van lunch mini-bouwdoon gemaakt. En dan moet je zeg maar fluiten en dan komt hij naar je toe. En dan heb je hier zeg maar je vinger. Dan herken je je vinger. En dan komt hij En dan stel je zo'n zakje onder, ja. Het zakje moet onder de droom, jongens. Dat zakje moet onder de droom halen. Dan komt hij zo weer toe vliegen. Fantastisch. De droom die gewoon de lunch komt brengen en nog reageert op alles ook. Jullie zijn niet aan de beurt. Weer iets fantastisch aan. Jullie kunnen vast niet wachten. Meiden, vertel. Een lunchtrommel die er echt voor zorgt dat je lunch niet vies wordt. Ik vind het toch fantastisch. Dankjewel. Meiden achterin.
fantastisch. Ik weet zeker dat jullie het geweldig gaan vinden dat hier de aanbiedingen al straks. Nou, vertel me dan. Nou, wij hebben de Prince drum gemaakt. De deksel is gemaakt om volte te geven aan het brood dat je eronder legt. En hier zo heb je nog een plekje om je drinken in te leggen. En omdat dit nog volte afgeeft, laat je drinken ook. Fantastisch. We horen weer. Heel goed. Heren. Ja, dit wordt fleurig. Jongens, dat gaat nou iets komen. Dat moet fantastisch zijn. Heren, het podium is voor jullie. Het is een bloem waar je eten kan doen. En dat ruimte ook nog is. En dat was hem. Geen woorden voor, applaus! De achterste groep meiden. Ja, echt mannen dingen. Ja, wel het podium, hè? Er komt, jongens, meiden, het ene laatste fascinerende, het laatste, het beste natuurlijk, althans voor vandaag, maakt niet uit. Meiden, vertel, wat hebben jullie ontworpen? Nou, wij ontwikkelden de mozaïek, omdat ja, wij hadden allemaal van dit soort papiertjes. Dus dat is een beetje moeilijk om daar iets van te maken. En als je dit uitschuift, dan kan je er nog veel meer in doen. En vertel maar wat dit is. Nou, vooral geen tijd meer. Dus dan hadden we er nou, ook nog wel tijd, maar een paar seconden. Geweldig. Okay. Dat is Bastis. Nou, en de allerlaatste voor vandaag. Lelijkste ding van de wereld. Neem het podium en laat ons verbazen. Hoe heet je? Cool lunch. Het is een cool lunchbox. Het is niet veel kleur, maar... Hij is heel, best kwaliteit. En, het is gewoon een doos met kleur en zwart. Vooral zwart. En een deksel die je uit kan halen, maar. Eén. Kijk, hij doet het. Een mooi deksel, kijk, kan je ook. Dan kan je eten erin doen. En hij is kapot. Nee, dat moet je niet. Ik denk dat we nog even over de naam nagedacht worden voor de Colorbox, maar verder fantastisch, dank jullie wel. Ja, ja. Hij valt toch uit de kast. Jongens, meiden. Eigenlijk, wat jullie gedaan hebben. Is in het heel kort wat we op het technasium of in het technasium doen. Zoals je ziet, werkt hij eigenlijk niet alleen. Je werkt heel veel samen. En wat jullie misschien ook wel tegen zijn gekomen, het lukt niet altijd even gelijk. Het gaat hier niet alleen maar om alleen maar dingetjes uit je hoofd te leren. Het gaat hier ook om dingen doorzetten, samen te werken. En dat je het niet alleen doet, maar dat je dus samen meedenkt om tot een oplossing of tot een ontwerp te komen. Dat is waar jullie mee bezig geweest zijn. Je denkt creatief. Ik heb van klei heb ik een droom gezien maken. Fantastisch, daar gaat het om. Materiaal. Je kan met idee, maakt niet uit wat je ervan maakt, waarvan het gemaakt is. Als het idee maar bijzonder is, daar houden we van. Dat noemen we out of the box. Iets anders wat je misschien wel verwacht dan wat je ziet. En het leuke is, jij bepaalt je eigen lat. Jij bepaalt je niveau. Jij mag gewoon doorzetten en gaan voor wat je wilt. En wat ontzettend leuk is, je helpt elkaar erin ook. Als groep zijnde. Van, hey jongens, het is even niet goed gegaan, maar we gaan het toch doen. En kijk eens wat voor resultaat jullie in 40, nee, in een kwartiertje jullie gemaakt hebben. Dat is toch heel knap. Dus dat is in het kort wat het technasium eigenlijk is. En ik nodig jullie ook van harte uit om vrijdag op de open dag, op de open avond, te komen om ook echt te zien welke projecten wij hier allemaal doen. Want dat is ook heel erg leuk om te zien.
Dus dat is het wat mij betreft. Dank jullie wel. Dan mogen jullie weer jullie spullen pakken. En dan de precies al van de tijd veranderen. Zo, eindje. Neem je mee? Ja. Ja toch, ik zou meenemen. Ik vind het super, ik vind het echt wel goed. De paperbox. Heel cool, super gaaf. Even kijken, een kwartiertje opgenomen. Nee? Ik heb een kwartiertje opgenomen, denk ik. Oh, serieus? 13 minuten. Nou, dat is... Ja, mijn eerste filmpje staat er al op YouTube. Okay. En mijn blog is ook al gemaakt. Ja. Hey, wie is dat? Atelier. 24. Oké.